zijn net aangekomen op een basisschool op het platteland. Het ziet er heel mooi en vredig uit. Alle leerlingen krijgen les onder een boom. This is my chin. This is my arm. Touch your back. This is my back. Show me your fingers. I have my fingers. Okay, open your eyes. It's a very much, Arthur. Thank you very much. Again, what's this? It's a symbol. Again? It's a symbol. Okay, what about this one? Hij tekent cirkeltjes en vierkantjes en driehoek, driehoekjes en zij moeten zeggen wat het is in het Engels. It's a square. Oh, zoals ik al zei, daar was ik al bang voor. Het regent nu, het begint te regenen. Dan moeten de leerlingen naar binnen en het is niet echt prettig. Vooral niet in het regenseizoen, waar het maandenlang gaat regenen. Ongelooflijk. Al die kinderen krijgen dus geen educatie, geen lessen. En het is gewoon heel vaak zo in het regenseizoen. En dat doet echt heel veel met je. Wij zitten gewoon van 9 tot 4 op school. En deze kinderen die zijn blij als ze een uurtje les hebben gehad op een dag. Ik vind het echt heel heftig. Ik denk dat het een heel goed moment is dat wij hier nu zijn, dat het ook net begint te regenen. Want dan kun je echt zien gelijk dat dit ook een probleem is. Dat ze door de regen alle lessen moeten stopzetten en dat ze daardoor ook heel veel missen en heel veel tijd verspillen. Er kan geen les meer worden gegeven omdat er maar 2 klaslokalen zijn. En dat doet toch wel even iets met je. Kinderen gaan naar huis. En daarom is het heel belangrijk dat het geld komt voor nieuwe klaslokalen. Zodat ze wel gewoon de hele dag school kunnen hebben. Er vinden hier nu 2 lessen tegelijk plaats en je kan het bijna allemaal niet verstaan. Het is 1 grote chaos. De regen is nu net voorbij, dus de meeste lessen kunnen weer van start. Alleen groep 1 en 2 zijn net naar huis gegaan, dus de lessen voor hun zijn nu afgelopen. We hebben gemerkt dat de jongens achter in de klas zitten en de meisjes vooraan. En we hebben gevraagd waarom. En dat is omdat de jongens die zijn vaak drukker. En in Nederland worden juist de drukke kinderen vooraan gezet om ze tot de orde te roepen en om ze rustig te maken. En ja, in Malawi is dat dus heel erg anders. Hé hey jongens, dit wordt zo'n beetje het mooiste wat we gaan meemaken, denk ik. Dit zul je niet gauw weer meemaken in je leven. Je gaat nu met een van de kinderen mee. Die gaan je hun huis laten zien. We zijn water gaan halen en ik moest hem op mijn hoofd gaan dragen. En dat was toch wel erg zwaar. Dus dan waardeer je wel weer je eigen leventje. Ik heb hier naar binnen gekeken. Het is allemaal heel klein en ja, het raakt me echt. Want dit heb ik echt nog nooit gezien. En net heb ik die vrouw geholpen met wassen. Ja, het was heel bijzonder, want ik was aan het wassen en iedereen kwam om mij heen kijken van een blanke die de was doet hier. En er stonden misschien wel 50 mensen om me heen. Ja, het is echt heel bijzonder om dit te zien en dit vergeet ik nooit meer. Ik sta geloof ik echt compleet verpaald, want ik ben gewoon de afwas aan het doen. En dat is vrouwenwerk, dus de hele familie staat hier omheen mij een beetje uit te lachen. Maar ja, ik vind het wel prima eigenlijk. Ik ben even kennis aan het maken, denk ik, op mijn manier, omdat het allemaal moeilijk is omdat ze geen Engels kunnen. Maar ik was net bij een gezin, bestaat uit een moeder, vader en 7 kinderen. Een paar oudere jongens die niet naar school zijn geweest, dus ook helemaal geen Engels kunnen. En nu de jongere kinderen vanaf 12 jaar, die gaan nu wel naar school, waar we het straks zijn geweest. Zijn vrouw is nu aan het eten koken. Dat is een soort van gastfornuis. En daar in het hok zit net een varken, zag ik al. En ik heb hier net zelf op het stoepje
bonen gepeld. En dat was heel erg grappig, want ze gingen er gewoon echt van uit van... het meisje doet dat hier, niet van laat maar zitten of zo. Maar nee, hier zetten ze neer en ik mocht dat gaan doen. En nu zijn ze een kip aan het vangen, dus ik hoop niet dat ik ze hier zo ook nog moet slachten. Maar dit is echt mooi om te zien hier, hoe dit allemaal is.